sinds oktober 2021. Dat is dus 2 jaar geleden. Steven de Voer wil dat met de volgende namen doen. We zagen ze al kort in de box-to-box met dus 2 nieuwe namen. Walsh in de plaats van Belgali. Door die zegen van Charleroi. Afgezakt naar plek 14. En voor aanvang van het seizoen was het toch eerder de verwachting dat dat andersom zou zijn tussen beide ploegen. Dat ze nu op elkaars plek zouden staan. Maar OA Leuven met de slechtste seizoenstart in 10 jaar. De tandem voor de defensie Konaté en Schoofs. Vorige week allebei niet in hun allerbeste doen. Zo zei de aanvoerder van KV Mechelen ook zelf. Ze hadden heel veel last met hun infiltrerende middenvelders. Kijk maar naar dat tweede doelpunt van Ito bij STVV toe. Konaté die hem zomaar liet lopen. En zo STVV dat verdiend kon winnen. Maar hier zit wat in voor OH Leuven. Want daar is Thorsteinsson vertrekken. Terug in de basis en meteen scoren. De eerste minuut is nauwelijks gerond. En het uitvak mag aan het feest. Want Jondagur Thorsteinsson, of Thorsteinsson, excuseer. Die staat er opnieuw in. Na 2 wedstrijden verkommeren op de bank. We werden net als KV Mechelen een beetje op snelheid gepakt. De recuperatie van Chintien. En dan is er van restverdediging weinig tot geen sprake. Komt Van Lerbergen te laat. En doet Thorsteinsson dat heel goed. Koeken, vorige week zijn 2e keer zijn debuut. En nu een 1e keer thuis. Maar opletten, want daar is OA Leuven weer. Dat gretig en hongerig aan deze partij begint. Ja, dit is een overtreding. Verbomen aarzelt geen seconde. Vrij duidelijk. En Van Lerbergen protesteert ook niet bij die gele kaart. De eerste goal van Brunes zorgde voor een gevleid en dus heel erg gevierd punt aan de dreef. Corner nu met Schoofs. 2 keer gekopt en net niet de goal, denk ik. Ja, was die bal over de lijn. We voetballen in elk geval verder. 2 keer in enkele minuten tijd. Dat hij toch een fout had kunnen krijgen. Hier nog eens kijken, die kopbal. Is die over de lijn? Dat is heel erg moeilijk te zeggen. Dat kan je niet met 100% zekerheid zeggen op basis van deze beelden. Aziz pikt op en verstuurt opnieuw Thorsteinsson. Thorsteinsson oog in oog met Koeken voor de 0-2. En dan is daar toch een tackle langs achter. Laat Nathan Verbomen ook dit verder gaan. Maar is dat toch 2 keer? Kan stevig bloeden. Wat gaat Nathan Verbomen doen? Hij kijkt naar het scherm. En dan zal dat voor die penaltyfase zijn, zeker. Het kan bijna niet anders. Maar je hebt het gevoel dat hij toch een behoorlijk eind over de doellijn is. Maar goed, Nathan Verbomen kijkt naar de fase van 15 seconden later. Kevin van Damme, de VAR, na 2 doelpunten slikken na minder dan 12 minuten. Ja, die kans lijkt groot, want Verbomen wijst naar de stip. Thorsteinsson op zijn beurt van vorig seizoen. 6 van 12 gescoord, maar mist nu. Thorsteinsson mist en Gaëtan Koeken houdt toch nog een restje hoop hier achter de kazerne waar het ontploft. Al te vaak moet afgaan op de statistieken. Thorsteinsson voelde zich de man. Onlangs was het nog Schrijvers die hem mocht trappen. Thorsteinsson dacht, ik dwing. Maar op basis van het spel, AV Mechelen toch wel het overwicht. Slechte inspeelpas van Hekken. En dan is er opnieuw de snelheid van Asingi. Die steekt goed tot bij Thorsteinsson. Thorsteinsson voor de 0-2. Maar voorlangs. Nou, wanneer OH Leuven dan nog eens komt piepen in het laatste derde van de helft, liever. Is het wel iedere keer gevaarlijker dan wat KV Mechelen toont. Hoewel geel rood heel wat meer balbezit heeft. Foutje nu in het voordeel van OH Leuven. Met onder meer Nicolas Frutos, maar ook Frankie van der Elst. Allemaal mannen die behoorlijk wat klassiekers hebben meegemaakt. Absoluut een aanrader. Foulon wapent zijn schot van heel erg ver. En Prévost heeft er de nodige moeite mee. Moet een weg boksen, onorthodox. Goal kunnen zijn. In de jeugd bij Lierse en bij Anderlecht gespeeld. Onder meer op Neerpede de lichting van Amundsu, Trezor, Bornau en Salemakers. Maar naar eigen zeggen was Lokonga toch de strafste. Corner Patrick Flunke, de kopbal en bijna de goal. Voorlangs, maar wel de grootste kans voor KV Mechelen op naam van Elias Kobout. Naar voor binnen gebleven. Nee, het is de kopbal van Mrabti. Het was niet Kobout, die probeerde hem nog binnen te werken. Er
is. Eerste overtreding van Foulon en dan laat Sagrado even de armen wapperen. Akkoord. Dus het is een dubbeltje op zijn kant. De doelpogingen 11 tegen 5. 3 van de 11 van KV Mechelen binnen het kader. 2 voor OH Leuven. Nou, daar is nog op de hiel even gestaan. Maar een Zinghi mag verder. Gaat schieten. Koeken in twee instanties. Nee, want daar is Mazis opnieuw. Youssef Mazis. Die op slag van rust OH Leuven richting 0-2 kopt. We zagen hem in de hele eerste helft eigenlijk niet. We zagen hem vooral achterin. Dus hier heb je een Zinghi die zich afzet, denk ik, op de voet van Van Lerbergen. En hij is maar zeker dat Kevin Van Damme daar nu naar aan het kijken is. Ja, dit kan je in principe toch wel gaan afluiten. Een Zinghi doorgaan en doorgaan, schiet goed. En Koeken heeft de pech dat die bal net op de hoofdhoogte komt van Mazis die binnenknikt. Van Damme ziet er geen graten in. En zo OH Leuven alsnog op 0-2. En dan valt er toch behoorlijk wat te zeggen over deze eerste helft. KV Mechelen dat dus nog nadrukkelijker op zoek moet naar een doelpunt. Kwam in 2 van de 3 thuiswedstrijden dit seizoen al tot scoren. En wil dat nu opnieuw doen. Daar leek me een hand in het spel. Flukke doet het zelf. Ja, scoort. Maar heeft Verbomen er al gefloten voor een penalty. Want ik hoorde toch een fluitsignaal. Wat is er nu aan de hand? Nee, ik denk dat we gewoon naar de aftrap kunnen. En dat KV Mechelen heeft gescoord. Dat Patrick Flukke. Een 40 à 50-tal seconden. Een ruwe schatting. Hier leek het me eigenlijk hensbal te zijn. Maar goed. Flukke pikt op. En ramt hem redelijk no-nonsense in de verste hoek. Staat op de goede plek. Gewoon weer voetballen. Goed ingeschat door scheidsrechter en VAR deze keer. Nou, Schrijvers neergemaaid. En dan zat hier heel veel. Ik kijk naar de furie bij Patrick Flukke. Die heel expressief is. Lauberbach krijgt nu geel. Richie Sagrado met iets tussen een korte en een lange inworp. Ja, Joren Doon. Hem rapt hij in één tijd richting Storm. En zodra die vertrokken is, ja, dit is een gele kaart. En dat zal er absoluut wel van komen. Wees maar zeker onder het toeziende oog van Steven de Voer. Dit keer blijft hij rustiger. Zien we Schrijvers met een geel karton. Youssef Mazis, wat duurt er nu zo lang? Ja, Verbomen gaat aanwijzen dat het te lang heeft geduurd en geeft de gele kaart aan Mazis. Het was wel heel opzichtig. Wie doet wat bij OH Leuven? Kijk eens naar het aantal doelpogingen. 15 tegen 8. Opletten, want Van Hekken die heel erg kort terugspeelt tot bij Koeken. En doorgaan van Hamza Mendil. En die heeft zijn naam en zijn reputatie natuurlijk tegen. Weer een gele kaart voor hem. Om 8:45 s'avonds op de app, uiteraard, waar u heel wat vindt. Dat had u ongetwijfeld al door. Kopout wordt het leven zuur gemaakt. Sagrado pikt op. Gaan ze het dan helemaal afmaken bij OH Leuven? Nee, want een schitterende save. Goed, tegen de vlakte, snel. Son gewoon richting tweede hoek te krullen. Ja, Schrijvers las wat die ging doen. Thorsteinsson trekt zich nog maar eens op gang. Thorsteinsson tegenover Van Lerbergen. Mazis loopt het gat in. Maar dan de stilstand in de 16. Mazis nog goed richting korte hoek. Andermaal Koeken op zijn weg. En op dit soort momenten dat OH Leuven het volledig kan doodmaken. Maar daar opnieuw niet in slaagt. Hier ging Koeken goed plat op dat schot van Mazis. Dan is er de stilstand. Daar zal u niet van achterover vallen dat dat bijna volledig in het voordeel van de thuisploeg ligt. Mazis, kijken naar de oprukkende Mendil. Thorsteinsson. Thorsteinsson nog steeds. Thorsteinsson met een heerlijke goal.
vlotjes vanuit de heup in de verse hoek. En 1-3 OHA Leuven. Torsteinsson tekent voor zijn tweede van de avond. En hij is nog mooier dan wel iedere keer gevaarlijk was. Maar KV Mechelen wordt koud gepakt op de counter. Van Lerbergen gaat happen en dan is er de zee van ruimte. En legt Torsteinsson koeltjes voorbij Gaëtan Koeken. Maar de bots komt niet ideaal. Het was geen gemak achter de kazerne in meer dan 10 jaar. De assist kwam er overigens van Maxence Prévost. Nou, we gaan kijken naar het scherm, is dat zo? Leuk zijn mochten ze ons ook een beeldje kunnen geven. Nathan Verbomme, wat gaat hij aangeven? Buitenspel, zegt hij. Dan is er buitenspel voorafgaand aan dat doelpunt. Hoe sneller weg, hoe beter. Hij is al even het devies bij de bezoekers. Konaté nu. Thuispubliek wil een schot, krijgt een schot, maar krijgt geen doelpunt. Van KV Mechelen in balbezit. Dat zal ook wat anders zijn dan tegen STVV, waar het toch ook eerder onder lag in het spel. Konaté die veel te laat komt. Dat zijn nutteloze seconden voor de thuisploeg. Ook nog een gele kaart. De Voer wil die dan gaan beschermen, gaat ervoor staan. En dan zegt een wet in het voetbal wie dat het efficiëntst is, die wint. En als je één ding moet nageven aan OHA Leuven, is het wel dat ze efficiënt zijn geweest. Het zit er bij deze op. Nathan Verbomme heeft 3 keer op zijn fluitje.